Bij de studie scheikunde kan je nogal wat impact maken. Je gaat terug naar de kern en kan zomaar de ontdekker worden van een nieuwe brandstof of een nieuw materiaal. Zo is scheikundig professor Gert-Jan Guter al een tijd bezig met een plastic revolutie. Het is hem gelukt om plastics te ontwikkelen die niet gemaakt zijn van olie, maar van biomassa of CO2. En het blijft hier niet in het lab. Hij werkt bijvoorbeeld samen met grote bedrijven, wat er mogelijk toe kan leiden dat jouw favoriete plastic speelgoed een stuk minder schadelijke impact heeft op het milieu.